Hoi allemaal, wij zijn de familie Groen, ook de Groentjes. Welkom in deze nieuwe vlog. Oké, als allereerst, ja, ik heb inderdaad gezichtshaar. Dan weten jullie dat. Ik moet even iets langer laten staan, zodat het van de week weer goed geharst kan worden. Dus vandaar dat jullie dat zo op deze manier zien. Voor de rest, krijg je zometeen nu nog even beelden te zien van wat we vorige vlog vergeten zijn. Want ze zijn 's avonds nog naar de spoed geweest met Meertat aan de spoed naar de kinderafdeling om wat urine op te vangen, omdat de urine niet helemaal goed was. Uiteindelijk bleek het irritatie te zijn waarschijnlijk door de katheter die er heeft gezeten de vorige keer. Maar in deze nieuwe vlog zijn we ook weer geweest, want we zagen weer hetzelfde probleem. Toen leek het alsof Meertat een blaasontsteking had. En na de beelden van die nog bij de vorige vlog horen, gaan we gewoon verder met de vlog van deze week. Dat weet je dan. Zo, het is maandagavond. We zitten met een lachende Mirt in de auto. Maar we ontdekten toch dat haar urine niet helemaal juist is. En we hebben overlegd, eerst een Flevo ziekenhuis gehad. Die zegt, bel eerst maar even naar het AMC voor de zekerheid. Die heeft contact gehad met het Flevo en daar gaan ze even urine afnemen. Waarschijnlijk niet iets super ernstigs, maar ook omdat ze net die operatie heeft gehad, is iedereen gewoon, even zwijnen de buurman, is iedereen toch wat voorzichtiger. Dus ze gaan even kijken of ze even urine kunnen afnemen van Mirt in het Flevo ziekenhuis. We hadden Mirt al in bed gelegd. Maar goed. Ja, dat is een beetje verwarrend of spannend of ze nou dan wel of niet gecontroleerd worden. Precies, precies. Dus we zien dan maar even voor zekerheid. Ik wil beter even voor het zekere voor het onzekere nemen. Dus vandaar. Dus ja, gaat zien. Nou ja, Mirt zit op zich redelijk in de vel, maar af en toe heel verdrietig. Maar dat kan dus misschien toch, wat het kan zijn. Is dat het toch iets van iets geraakt heeft door die katheter en ze ook misschien een blaasontsteking heeft. Of het is wat anders en dat gaan we uitzoeken. Het is vaker bij vrouwen voor te komen na een katheter. Precies, precies. Dus we gaan het zien. Het is hem, Mirte. Neem je iedereen eens zeik hier. Ja, hè? Dan ben je toch een sterk beestje, jij. Je bent een sterk beestje. Ja. Nou, we zijn in het Flevo. We waren hier om 10 uur. Hoe laat is het nu? 1:50. Bijna 3 uur later. Mirt heeft al een half stukje gedaan en doet dat volgens mij nu bijna weer. Op de rug. Op de rug, zo waar. Kijk. Blijf, maakt het ook geen rol meer uit nu? Nee. Zo moe is ze aan het worden. Maar er is gelukkig nu niks geks gevonden. Ze zien het wel vaker bij een. Als iemand gekatheteriseerd is, vooral bij meisjes. Dus dat. En nu gaan we haar proberen weer zo in de stoel te hijsen en naar huis en slapen. Op weg naar de auto. In een heel leeg. Ziekenhuis. Het is maandagochtend en ik ga gezellig met Mirte en een van de zorgverleners even op pad. We gaan even naar de post toe. Kijk, we zijn bij het Zintuigenbos in Almere. Daar gaan we Mirte naartoe. En dit is helemaal met relief gemaakt. Kijk, overal staat dus, dit is het thema voelen, zintuigen voelen. En Mirt is daar even een rondje lopen met de zorgverlener. En even kijken. Hey. Lekkere vrouw. Ja. Nu aan het genieten. Zo aan het genieten, kind. Ik heb ook weer even gehobbeld. Zo goed jullie de ruggetje. Hey. Zo goed voor jullie. Wees voorbereid, meid.
Hou je de tak vast? Nog een stukje terug. Voel je de trillingen dan, Meert? Ben je het doen? Je bent muziek aan het maken. Je probeert muziek aan het maken, Meert. Ja, wat goed van jou. Ga maar me filmen, wat doe jij? Stoppen met lachen, hè? Boef. Dan. Zien. Dan heb je hier dus een heel paadje. Uitkijkpaadje zo. Naar daar. Naar de uitkijktoren. Wat zijn dat, Mirte? Even kijken, hè? Die liggen helemaal de blubber. Oh, dit is toch hilarisch? Nee, ik vind het grappig. Ja. Ik zou hier uren naar kunnen kijken. Zo, was het lekker, je moederbadje? Wil je ook een moederbadje, Mirte? Nee, toch maar niet? Oh, ik kom naar je toe, Meert. Ik kom naar je toe. Nee, Meert. Het gebeurt, hè? Wat is Daniel aan het doen? Ja, je voetenbadje past niet, hè, Meer? Wat is Daniel aan het doen? Oh, doe eens zo, voetenbadje. Lekker een beetje afkoelen. Lekker een mop. Vind je het lekker? Ja, vind je dat zo lekker, kindje? Gelukkig maar. Hey, liefie, mama is trots op jou. He? Het is vrijdag. En Mirte moet ook weer even oefenen met zitten, hè? Ja, we gaan naar de winkel. Dus we gaan even naar de winkel. Ja, we gaan even naar de winkel toe, hè? Ga je mee? Ga je mee naar de winkel? Nog even een sjaaltje omdoen? Gaat Mirte mee? Zo, wij zijn ondertussen weer naar huis aan het lopen. Net als middag super vrolijk, hè papa? Ja. Ja, kijk. Dit is altijd van die nadelen. Nergens kunnen we erop rijden. Lekker wandelen, Mietje. Hé? Ja, hè? En papa het shower. Nou ja, ik ook daar niet van. Ja. Toch? Precies. Ik dan even die lange armen, want dan kan ik even verdiepen lopen. Dan word ik jezelf lang. Ja. En vroeger hebben mijn ouders maar mijn oren opgehangen en daarom ben ik letterlijk zo lang. Hebben we niet grote oren nu? Nou, niet, maar die schijnen wel je hele leven mee te groeien, zoiets volgens mij. Of het een fabeltje is, weet ik niet, maar zoiets staat me bij. Je neus en je oren. Ja, maar ik zie hem groeien. Vind je dat grappig? Ik vind dat een neusje voor me. Lekker even buiten, hè? Ze voelt zich bekeken. Gisteren ben ik met Mirte naar kinderkliniek geweest, want van de week was toch haar urine niet helemaal goed. Dus hebben ze urine opgevangen via een katheter van deze jonge dame. En gisteravond kreeg ik een uitslag en Mirte heeft helaas een blaasontsteking. We waren van plan misschien even de Floriade op te gaan vandaag, maar dan denk ik, ja, weet je, als Mirte niet helemaal een hum is, dan doen we lekker rustig aan. Maar volgende week, ik weet niet in welke vlog, maar we volgende week hebben we een hele leuke afspraak staan. En dan kunnen jullie er meer over vertellen, Mirte. Ja, jij weet het, daar kijk je zo sneaky, hè. Jij weet het, hè. Ja, wij vinden het heel leuk. Vind jij het ook leuk? Ja, vind jij het ook leuk? Oké, okay. Ik ben benieuwd. Trapjes. Waar wij ook eens tegenaan lopen zijn letterlijk natuurlijk stoepjes. Op en af. Maar ook tegenwoordig dit soort fietsen. Nou, valt deze nog mee waar die plek waar die staat? Soms staan er vier naast elkaar. Ja, soms staan ze echt allemaal naast elkaar. Dan kom je dus hier gewoon niet langs. En dit is ook zo'n stoepje. Heel fijn, maar niet heus. Die dus niet afloopt. En verderop heb je ook een stoep die niet omhoog kan. En dit is dus een hele
smal stoepje. Waar je dus eigenlijk ook nauwelijks met je rolstoel op en af kan. Of eigenlijk gewoon niet. Het is helemaal allemaal, nou ja, letterlijk onhandig. En ook vooral heel smal. Want zoals je daar ziet... Nou ja, deze leden zitten nog aan band achter of naast. Dit. Dus eigenlijk zit het stuk gras 15 centimeter ook alweer. Ja, precies. Maar dan nog, weet je, als je kijkt, ja, tussen midden past net met de rolstoel eigenlijk tussen het gras en de lantaarnpaal in. Hé, vrouwie? Hé, vrouwtje? Vind je het even lekker? Ja, yeah, je bent relaxed. Silly Billy, maar je was ook een beetje moe eigenlijk weer. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het tof hebben. Dat jullie ook geïnspireerd zijn door dit zintuiggebouw waar we zijn geweest. En ja, in een nieuwe vlog zie je als het goed is ook weer wat over Myrthe en de urine verhaal. Want dat is nog niet helemaal klaar. Maar dat zie je dan wel weer in de volgende vlog.